Nou, welkom weer bij deze nieuwe vlog. Ja, hey, goeiedag Luikjes, daar zijn we weer. Het treft dus Erwin en Greetje. Ja, en we staan in Erica. Ja, we zijn hier deze opname even aan het maken. Ja. Maar wat kunnen jullie verwachten in de film? Nou, we komen uit Garanger en dan gaan wij naar het. Dan rijden wij door het gebied Jotunheimen. Ja. Schitterend gebied. Ja, dus we hebben dus de Trollstiek in Garanger, echt het bergachtige landschap achter ons gelaten. Het is een deel van het hooggebergte van Noorwegen, Jotunheimen. Ja. We hebben daar ook gewandeld in de kou. Het was nou bijna om het vriespunt. Echt heel koud, maar prachtig. Heel mooi gebied. Beetje tundra-achtig vond ik. En we zijn naar Bergen geweest. Hele mooie plaats. Ja, erg leuk. Echt de moeite waard om ook weer heen te gaan. Niet al te groot, maar heel leuk. Ja, stonden we op een leuke camperplaats. Dus ja, ik zou zo zeggen. Ga maar lekker kijken. Oh ja, PS. Achter ons staan mensen en die volgen ons. Joyce en Jos. Die wonen ook in een camper. En die wonen ook in een camper en die volgen ons. En die kwamen we tegen in Duitsland. Ja. En toen hebben we samen afgesproken in Erica, op deze camperplaats. Nou, we hebben een hele leuke avond gehad. De hele dag hebben we een leuke avond. Ja, de hele dag. Ja, het was erg gezellig. Geen hele aardige Bedankt mensen. Ons daarvoor. En, nou. Ga maar lekker kijken. Veel plezier. Doei. Doei. Ja, laatste blik op de Garangerfjord. Bussen vol met mensen staan hier. Zoals ik al zei, de Polar Steps, het is hier zo toeristisch. Echt niet leuk meer. Maar goed, het is wel mooi. Om jullie even een indruk te geven van het massatoerisme hier. Echt verschrikkelijk. Hallo allemaal. We zijn weer uit Garanger vertrokken. Uitdagende route, haarspelbochten, steile wegen omhoog, smal, druk. Ja, een beetje dubbel gevoel bij Garanger hoor. Misschien omdat het weer niet mee zat. Heel toeristisch. Ontzettend toeristisch. Ik vond het veel te toeristisch. Want net zagen we nog weer een mooi plekje, maar ja, gelukkig was er nog één plekje voor ons om even te gaan staan om te filmen. Maar ja, eigenlijk is het een gekke spul hier met die grote cruiseschepen. Elke dag twee en al die bussen met mensen. Nou, het is hier werkelijk schitterend. Maar te toeristisch. Maar goed, wij gaan hier weer weg. En wij rijden richting Berg. En we zien wel wat er op ons pad komt. En ik moet hier weer heel onderbouwen. Ja. Een haarspelbocht. Ik heb net al een timelapse gemaakt, dus timelapse bedoel ik. Daar gaan we weer. Nou, zo gaat het de hele weg. En dan hoop je maar dat er geen tegenwind aan komt. Maar goed, we nemen jullie weer mee.
zeggen, weer een steltocht. Zweetje moet aan de bak. Brede huid. Ja. Van handen uit. Dat is wel weer. En het is ook nog petweer. We zijn er door het gebied Jottenheimen gereden. Jotten. Ik schrijf het wel op in de Polar Steps. Een hele mooie route. Echt geweldig, een aanrader. Hoe heet die weg ook alweer? De 55? 15? Nee, de 55. Wij trekken onze wandelschoenen aan en we gaan hier even wandelen. Dus. Nou, goedemiddag. Waar zijn we nu weer? Iets van Jotten. Jottenheimen. Het gebied heet Jottenheimen. Deze plaats heet, weet ik niet, maar het is een bijzondere plek. Het schijnt ook een gletsje te zijn hier. Ja. En dit is een soort monumentje van Ludwig Holberg uit 1696. Kijk. Oh. Het is maar 4 graden. Oké. Okay. Kijk, we hebben een mooi plekje gevonden voor de nacht. Erwin is al druk weer aan het praten in Duits. Jammer, maar goed. Maar kijk eens wat een mooi plekje. Heel mooi. Net 7 graden. Ja,
kun je niks aan doen. Maar we rijden nu weer richting Songjiang. En we weten eigenlijk niet of we daar met tunnels over kunnen, over de fjord of met een brug of met een boot. Nou, dat zien we wel. Daar zijn we nog niet helemaal achter. En als het goed is, gaan we in de langste tunnel ter wereld vandaag. Hoe lang is die? 26 kilometer. Misschien gaan we het beleven en dan gaan jullie met ons mee. Tot later. Het is ook hier weer mooi, jongens. We staan in Songdal. We moeten even kijken of we hier over de brug moeten of niet. Nee, ik zie hem niet. Nou, we staan weer. Ja, ik zie hem wel. Hij komt daar aan varen. Nou, we staan weer op wacht voor de boot. Nou, we moeten naar de overkant. En dat doe je hier met een veerboot. Kijk, die andere die is alweer terug. Druilerig weer. Maar we zijn weer aan land. En dan gaan we straks die lange tunnel in, denk ik. Nou, we gaan de langste tunnel, autotunnel ter wereld in. 24,5 kilometer. We zetten ons grap. Wij zijn weer grij. Vlam. Ja. En we gaan hier even spatsieren. Ja, we gaan hier even spatsieren. Even oerlaut machen. Nou, en we gaan hier even rondkijken. En wat er ligt daar weer een enorme boot. Zelfs als in Keiran. Kijk, de kinderen komen van die boot af. Dan hebben ze boven een speeltuin. En dan moeten ze daar ook weer in de speeltuin. Daar is ook een outlet.
Oh, we gaan naar de outlet. Het is eigenlijk hetzelfde als in Kairanga. Ja. Nou zijn wij hier in Vlam. Er ligt diezelfde boot die ook in Kairanga lag. Die ligt nou hier. En die ligt gewoon aan de kade. Heel apart. Kijk, een lama. Zelfs in Vlam hebben ze lama's. Zelfs een hele grote. Kijk. Oh, alpaca's zijn er. Heel zacht. Je voelt het eigenlijk niet. Kwaad. En dit is een rondvaartboot, die gaat nu vertrekken. Gaat over het fjord varen. Kijk, ook een treinstation. Even voor de oud-collega's, ik weet niet wat dit is voor een trein, maar het is een trein. Het is een Henschel. Kijk, en er is ook nog een kleine trein, speciaal voor Martin. Martin vindt dat altijd leuk. Martin vindt altijd de kleine trein heel leuk. Hij gaat net weer weg. Tingelingeling. We hebben even pauze. We zijn net uit Vlam vertrokken. Nog weer door een paar tunnels gekomen. En nu hebben we even pauze. Koffiepauze. Op een rustplaats. Wij hebben weer een plekje gevonden voor de nacht aan een meer. En eindelijk komt de zon een beetje door vandaag. Het heeft de hele dag eigenlijk geregend. Toen we net in Vlam waren, toen was het heel even droog. En nu ook weer, het is uren later.
zitten nu in een tram in Bergen. Spannend en zo, hè? Voor ons als toeristen, we snappen er allemaal niks van. Van een kaart gekomen. Ja, via sms krijg je. Oké. Nou, we hebben het gehaald met de tram. Het is allemaal gelukt en we zijn nu in het centrum van Bergen. In het park. Lopen we doorheen. En dan zien we wel weer waar we terechtkomen. Zeg het maar. Nou, dit is allemaal werelderfgoed UNESCO, dus ik ga hem even bekijken. Hier is de kabelbaan. Dat begint hier, dus dat is ook hier ergens. We gaan even kijken. Een hele grote map hebben we en informatie, wandelroute. Nou, dan gaan we eerst maar eens even over die markt. Ja. Hier ook weer. Ja. Mama, eetentjes hier. Krab en kreeft en paella of zoiets. Ja. Het ruikt hier ook lekker. Worst. Lijkt Thailand wel. En wat is er te zien? Is de deur op slot? We gaan in de cable train. Cable train? We want to the top, we want to the top. Nou, daar gaan we in. Nou, wat gaan we doen, Gray? We gaan met de kabeltrein. Naar boven? Ja. Gaan we al? Ja. Oh, God. Oh! Nou, wat spanning. Ja. Ik zie alleen nog niet veel, maar ik kan ook daarheen. Komt ie vanzelf. Bovenop de berg was het uitzicht adembenemend.
Deze meneer wil ook iets vertellen. Hallo? Na een heerlijke lunch bij een Thais restaurant keren wij weer terug naar de camper. Nou, we gaan even naar de Sletten. Sletten Center. Zie je wel? Er is altijd wel wat te beleven hier in de Sletten Center. Nou, we staan weer op een veerboot. Helemaal niet waar we heen gaan. Moet mijn trui nog even hebben. Mijn trui. We zitten op de Lisoy. Lisoy? Zo, we kunnen nu ook even op het dak kijken van de camper. Oh, ziet er nog netjes uit. Ja hoor. Helemaal goed. Dit was hem weer voor deze week. Hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Ja, ik wil alle nieuwe abonnees ook hartelijk welkom heten. Ja. En ik hoop dat jullie ook blijven nadat jullie deze film hebben gezien. Dat hoop ik ook. Dus elke zondag 9:30. Tot volgende week. Ik zou zeggen, tot volgende week. Doei.